spijt. Hey, goedenavond. Volgens mij is het gezellig. We gaan eens even kijken of de bestuurder of die nuchter is. Nog even van 5 centimeter achter mag u even blazen. Merci. Als hij groen wordt, mag u verder rijden. En daar is hij ook. Hey, prettige avond. Hoi. Alcoholcontrole. Ja, geen camera. Nee, je mag wel iets blazen. Blazen, doe zonder camera. Ik vorder u nu om te blazen. Meneer, ik vorder u nu om te blazen. Nu is het niet meer vrijblijvend. Dus u gaat nu blazen. Nee, u gaat nu blazen. Als u niet vrijwillig meewerkt, wordt u aangehouden, meneer. Dat is goed, jongen. Dan weigert u overal aan mee te werken. Nee, jongen. Dit is niet vrijblijvend, hè? Geen probleem. De bestuurder legt alsnog een blaastest af en wordt direct aangehouden omdat er een F'je op het scherm verschijnt. Ondertussen is ook de alcoholcontrole in Oosterhout in volle gang. Deze Piet-piraat heeft kennelijk te diep in het glaasje gekeken en ook hij mag een tweede blaastest afleggen. Oké, vol blazen een keer. Ja, dankjewel. Hey, voor de 65. Dat wil ik. Honger van de jongen. Klopt, jongen. 295. Ja. Dat betekent dat je voor mij een rijverbod krijgt van 2 uur. Om 10:01 mag je weer rijden. Ook in Tilburg is het een komen en gaan van feestgangers en de bestuurder die eerder werd aangehouden probeert de blaastest willens en wetens te manipuleren. U bent verkeerd begonnen. U hebt ingeademd, u moet uitblazen. Uitblazen. Ja. Gaat uw gang. Eerst inademen en dan uitblazen. Blazen, blazen. Dat is de tweede keer. U hebt nog toch 2 blaastesten? Nee, u blaast niet, u zuigt. En het is de bedoeling dat u eerst diep inademt, zoals ik gezegd heb, en dan krachtig, uitblazen. Nee, je hebt goed gehoord, ik heb het net goed uitgelegd. Ja, maar. Dus gewoon diep inademen en gewoon krachtig uitblazen totdat ik stop zeg. Ja? Nummer 3. Diep inademen, dat doe je niet aan mij, hè? Diep inademen en door blijven blazen totdat ik stop zeg. Blazen, blazen, blazen. Goed. Nee, slecht. Hoezo slecht? Omdat je niet... Had ik al stop gezegd? Ja, maar jij pakt de slang van... Had ik al stop gezegd? Jij zegt dan stop. Nee, ik zeg niet stop als je niet goed geblazen hebt. Jongen. Je moet gewoon diep ademhalen. Je kunt het mij zo moeilijk maken als je wilt, jongen. Maar... Doe het niet, jongen. Dus we... Jij pakt de slang uit mijn mond. Zeg dan blaas, nog steeds doorblazen. Je stopt gewoon. Jij pakt die slang uit mijn mond. Hé, niet kwijken tegen mij, hè. Hoezo dat niet? Dat doe je maar thuis, maar niet tegen mij. Hoezo niet? Waarom zou ik niet kijken? Ja? Jij pakt de slang uit mijn mond. Ik blaas toch door in aan. Ik ben rustig. Hij pakt de slang uit mijn mond. Dat klopt, dat heb ik gezien. Ja, waarom dan? Omdat hij nog geen stop had gezegd en jij nog niet klaar was met blazen. Ja, dan moet hij zeggen, doorblaas. Doe ik toch? Nu in ieder geval zo meteen. Jij kijkt me zo graag aan. Maak me nou agressief. Vriend, maak me nou agressief. Jij hebt niet gezegd tegen mij? Ik pak die mond. Prima. Hé, nou ga je me nog maar agressief maken. Op kanker. Dat betaal jij helemaal niet. Nee, op kanker. Dat betaal jij helemaal niet. Maar agressief maken waarvoor? Helemaal niks van. Prima. Terwijl de man zich enorm opwindt, gaat het er in Oosterhout een stuk gemoedelijker aan toe. Rustig blijven. Dat zeg ik altijd tegen hun, hoor. Echt waar? Als je over de pis zegt, kalm, ze mij te pakken. Rustig blijven. Terwijl Piet Piraat alweer bijna naar huis mag, maakt de opgewonden bestuurder in Tilburg het zichzelf buitengewoon lastig. Hij krijgt een laatste kans om te blazen. Luister, we gaan nog 1 keer van start met jou. Op het moment dat je zo meteen weer niet op de juiste manier blaast, wordt je rijbewijs ingevorderd, is het klaar. Zo, dan gaan we nog een keer proberen. Kom maar. Kom hier. Als het apparaat toestemming. Ja, doe maar. Ja, maar 1, 2, 3. Ga maar gewoon diep ademhalen, begin maar eens met blazen. Blazen, 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 blazen. Stop. Dankjewel. Dan kan je bij mij komen zitten. Nee, maar ik ben... Zo meteen een uitslag. Nee, ik ga nog een keer. Want hij heeft hem... Nog een keer, hoe vaak? Hij heeft hem afgebroken. Hey, nog een keer totdat hij gepakt wordt, oké? Nog een keer aan mijn nek. Bom, ja. Jij gaat gewoon blazen. Hoe vaak moet ik blazen? Wettelijk. Nee, hoe vaak moet ik blazen, wettelijk? 1 keer, toch? Hoe vaak moet ik blazen? Ik ben ermee bezig. Heb ik het toch gedaan? Terwijl de boze bestuurder de hele tent afbreekt, krijgt onze piraat in Oosterhout een bakje troost. Mag ik u een bakje koffie aanbieden? Zo lekker, jij bent goed. Alles erin? Ja. Enkel maar suiker alsjeblieft. Alleen suiker. Mijn collega's al een belofje hier. Oké, dat weet ik dan straks al. Je kunt nu al betalen, ja, eventueel. Je kan nog pinnen als je wil. Ja. Of je kunt de zaak gewoon voor laten komen of wachten op beschikkingsvoorstel. Of je gaat Een beetje vanaf je. 57. 57, ja.
50. Alles duidelijk. Ja, hoor. Dus de komende twee uur mag ik niet rijden. Ga ik in een karretje en ik even een uurtje pitten. Ja, hoor. Dat je zeker hier ook. Ik kan het nooit meer te zien, weet je dan. Op een andere manier misschien. Oké. Goedenavond. Tot ziens. Kijk, zo kan het ook. Maar ondertussen kiest de opgefokte bestuurder in Tilburg willens en wetens voor de moeilijke weg. Kom je, kom, motherfucker! Ja? Ja, ga je gaan. Ja? Ja, ga je gaan. Blazen, 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 blazen. Je stopt met blazen. Je stopt gewoon met blazen. Ben je fuck? Kom. Je stopt gewoon met blazen. Kom, alsjeblieft, kom. Ga maar even terug zitten daar. Ik ga zitten, kom. Blaas toch allemaal naar kom, blaas toch! Kom maar hierheen. Diep ademhalen en begin maar met blazen. Blazen, 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 blazen. Ja, stop maar. Dank u wel. Kom maar op die camera. Nee, ga maar naar. Gewoon even zitten. Hey, heb ik je aangeraakt? Nee, even een bus buiten. Nee, ik. De politie is nu wel klaar met het opgewonden standje en de man wordt afgevoerd naar een politiebus. Ja, meneer is afgevoerd. Hij is in het busje in ieder geval gezet. Even daar tot zinnen laten komen. Kennelijk de koude lucht die hielp aardig. Daar op zich een goed gesprek met hem kunnen hebben. Hij heeft aangegeven de schade te willen betalen, dan wel zelf te willen repareren. Het raampje heeft hij eruit geslagen, wat ik zelf ook een beetje mee kon krijgen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet jezelf gewoon wel netjes blijven gedragen. Meneer ging hier eigenlijk een grens over. Ja, dat raampje moet natuurlijk gerepareerd worden. Nou, proberen dat eerst zelf en lukt dat niet, dan zal het op zijn kost hersteld gaan worden. De bestuurder blaast 685 UGL en dat is ruim boven de invorderingsgrens. Zijn rijbewijs is hij dan ook een tijdje kwijt en de zaak wordt voorgelegd aan de officier van justitie.